Omdat de Groene Weide vandaag precies 25 jaar van de huidige eigenaar is, vroegen zich af hoe oud dit café eigenlijk is. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de naam? Tony, jij bent 25 jaar geleden, precies vandaag, 25 jaar geleden hier begonnen. Ja, dat klopt. Hoe kwam je zo op het idee? Ja, dat was in een tijd dat je veel jeugdwerkloosheid had. En ik was werkloos en ik had eigenlijk wel zin om iets in de horeca te gaan doen. Kom je uit een horecafamilie? Ik kom niet uit een horecafamilie. Maar het is zelfs zo dat mijn ouders alle twee niet eens drinken. Dus, Hey, het zag er vast heel anders uit in die tijd. Ja, wat zijn de belangrijkste veranderingen sindsdien? Nou, toen ik hier kwam, toen had je hier een biljartclub, kaartclub. Ja, want ik zie het biljart daar nog staan. Ja, daar hebben we een tafel van gemaakt. Want op een gegeven moment kon je niet meer biljarten en eten tegelijk. De bar stond naast en ik had vier hele grote bekerkasten aan de wand. Want die waren een aantal visclubs. Oh. En die trap, zat die er al? Nee, die hebben we toen... we hadden wel een zaaltje boven en... Ik had zoiets van, ja, hoe moet je met zo'n ruimte, werd dan wel eens gebruikt voor de visclubs, maar de visclubs die gingen ook uiteindelijk weg. En toen had ik bedacht om daar een groot gat in te maken met de trap naar boven, zodat je eigenlijk één groot geheel krijgt. Ja. Hey, en de naam was 25 jaar geleden ook al de Groene Weide? De Weide, ja. Toen dus dat is al veel ouder. Grappig, want hier in de caféruimte hangt bekende kaart van Haubois, 17e eeuws, midden 17e eeuws. En dan blijkt er daar op deze plek al een herberg te staan. Het oudste plaatje van de voorloper van het huidige café. Er is ook een bruggetje over het water naar de Groene Weide. En daar moet het natuurlijk naar genoemd zijn. En dan heb ik hier een kopie van de oudste akte waarin dit café wordt genoemd. Dan staat het Gabbe Lipkes en de Treintjen Berends Echteluiden buiten de Ebbingenpoort in de Groene Weide. 1652, dus in 1652 heette de herberg al de Groene Weide. Door de ligging aan het Boterdiep, direct buiten de Ebbingenpoort, fungeerde de herberg vroeger onder andere als begin- en eindpunt voor trekschuiten. Ja, nou, hier was dan het Boterdiep. Ik denk dat dit niet meer de originele kademuur is, maar het was wel op deze plaats. Want die bomen staan eigenlijk in wat vroeger het water was, waar de trekschuit dus kwam. Ja, hier kun je ook heel goed zien waar het café de naam aan te danken heeft. Vroeger dus de herberg. De Groene Weide. Want dat was de Groene Weide. Waar nou de Hunzenstraten zijn en
Nou ja, eigenlijk zeg maar de hele Korreweg-wijk. En dit hier aan mijn voeten, het Boterdiep. De hele rijbaan, daar waar de auto's geparkeerd zijn, dat was allemaal nog water. In 1939 is dit stuk van het Boterdiep gedempt. Eerder was al het gedeelte binnen de oude vesting. Dat was al in 1912, 1913 gebeurd. En later, begin jaren 50, werd verderop ook nog een deel gedempt. Dit is nu een van de gevaarlijkste kruispunten van de stad. Maar dat was dan de brug over het Boterdiep. Want van oudsher, al in de 17e eeuw, was dit een oude landweg, de Korreweg. Lang en kaarsrecht. En dus bijzonder geschikt om daar met paarden hard draverijen te houden. Dat gebeurde al in de 18e eeuw. En als uitvalsbasis was dan herberg De Groene Weide. Ja, het zag er hier vroeger natuurlijk heel anders uit. De herberg zelf, daar was een enorme schuur bij. Volgens advertenties uit de 19e eeuw was er wel plek voor 60 paarden. En er was er nog een wagenhuis bij en ook een kolfbaan. Dat was een oude volkssport. In Leeuwarden geboren Ruurt Schattenberg hier kastelein was van de Groene Weide. Toen organiseerde hij vaak harddraverijen. Onder andere op dagen waarop de koning jarig was. Nationale feestdag tenslotte. Bijvoorbeeld 2 september 1808. Dat was de verjaardag van koning Lodewijk Napoleon. Per slot van rekening de eerste Nederlandse koning. Schattenberg reed zelf ook op een paard en behaalde de tweede prijs. Nou, later waren dan de draverijen op 24 augustus, want dat was de verjaardag van Willem de I. Nou, nu is er van één van die draverijen de hoofdprijs bewaard gebleven. Vaak werd er een zweep met een gouden of een zilveren handvat gegeven aan de winnaar. En in Londen, in het Victoria en Albert Museum, is een zweep uit 1798 door Schattenberg ter beschikking gesteld. Hij is hier een keer voor een zilvertentoonstelling geweest en Tony had hem graag voor het jubileum van de Groene Weide nog een keer heen gehaald. Maar dat is mislukt, dus we moeten het nu doen met de foto ervan. Lang nadat Schattenberg het café had, de herberg had verkocht, hield het op met de draverijen hier. In 1822 was er een kastelein met de toepasselijke naam Van der Weide en die organiseerde een heel andere wedstrijd. Een aal den kop aftrekken. Prijs: een zilveren horloge. Vele eigenaren zijn elkaar opgevolgd. Zo heb je hier bijvoorbeeld gehad Frederik en zijn broer Bouke Mensinga. Dat waren zoons van een kastelein. En daarna kreeg je Hendrik Plenter. Zijn broer die had een stukje verderop een café op de hoek van de Nieuwe Ebbingenstraat en de Violenstraat. Nou, deze Plenter die verkocht de Groene Weide in 1886 aan de in Spijk geboren Tonnis Hoving. En met deze laatste verkoop werd de toekomst van de Groene Weide bepaald. In 1886 was de stad buiten de net afgebroken Ebbingenpoort al aan het uitbreiden. Zo waren de Rode Weg,
en de kop van de Korreweg, Noorderstationstraat en Noorderbuitensingel inmiddels bebouwd. In 1903 zorgde Tonnis Hoving voor grote veranderingen hier achter mij. Hij liet de oude groene weide en de grote schuur erbij afbreken. En begon aan de bouw van het huidige nummer 147. Toen dat bijna klaar was, begin 1904, vroeg hij een bouwvergunning voor een nieuwe groene weide. Nou, en die panden ernaast, de bouw daarvan liet hij aan anderen over. Hoving was met zijn vrouw en zijn dochters inmiddels een stuk verderop aan het Boterdiep gaan wonen. Maar toen in juli 1904 het café klaar was, toen kwam hij niet terug. Hij werd niet de nieuwe kastelein. Tonnis Hoving was weliswaar jaren logementhouder, maar dat beroep had niet zijn hart. Hoving was eigenlijk kalkfabrikant. En nadat hij, misschien wel met eigen kalk, een nieuwe groene weide had laten bouwen, ging hij verder als handelaar in steenkolen. Tony, wat weet jij van de vroegere eigenaren van dit pand? Ja, er zijn er heel wat geweest. Een daarvan, toen ik hier kwam, heette Kootje. Dat is een oude sleepbootkapitein. Daar had iedereen het over. Dat hier een geweldig café voor mensen. Nou, zo, die hadden een dik feest altijd. Hier, schijnt. Dat kan ik me al wel herinneren. Ik heb het zelf overgenomen van een meneer Gerrike Huisma. En het verhaal over de marinedienst? Ja, in de tijd dat mijn huurbasis hier zelf stond, toen was dit eigenlijk een wachtkamer van de marinedienst. Hier was een halte en mensen die moesten wachten op de bus. Ja, dat was dan tussen 1938 en 1954 heeft die marinedienst bestaan. Ja. Goed, Tony, nou dus 25 jaar in elk geval van jou, de Groene Weide. Ga je dat nog speciaal vieren? Ja, ik denk dat ik binnenkort een feestje ga organiseren met wat live muziek. Met wat muzikale vrienden van me. Ik doe zelf ook mee. En ik denk dat we volgende week nog een jubileummenu in gaan voeren met het café. Oké, nou op naar de volgende 25 jaar, Tony. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel.